Voor het tweede jaar op rij organiseerden we Babbel, een zomerschool voor kinderen uit de derde kleuter, eerste en tweede leerjaar. Babbel is eigenlijk om de taal te stimuleren bij de kinderen, eigenlijk, om nog meer te helpen qua taal waar ze moeilijkheden mee hebben. Gaan wij daar dieper op in? Of als ze nog nooit echt de taal hebben leren kennen, dan gaan we daar ook zeker op in. Zo hebben we kindjes die Russisch spreken, Engels, Arabisch, Nederlands. In een gewone klas heb je bijna toch wel een 20-tal kindjes en hier hebben wij er nu ongeveer 9. Dus met 3 begeleiders voor 9 kunnen we ook 1-op-1 werken met de kinderen of kunnen we ze in een groepje met een begeleider om zo de taal te stimuleren. Bij de eerste editie waren er 10 kindjes in Babbel Gullegem en 29 in Wevelgem. Deze grote vakantie waren er 33 in Wevelgem, 13 in Moorselen en in Gullegem 10. Net voor de start van het nieuwe schooljaar krijgen de kinderen bij Babbel een speelstaalbad. Babbel duurt eigenlijk 2 weken. Het is echt wel helemaal speels, eigenlijk zo'n beetje zoals in de klas. We beginnen ook met een onthaal, gaan we liedjes zingen, welke dag we zijn. Vandaag kijken we het weer. Daarna gaan we een klassikale activiteit doen, een verhaaltje lezen. En dan mogen ze spelen. Dan gaan we naar buiten, gaan we eens buiten een spelletje spelen. De reacties zijn heel fijn van de ouders en ook van de kinderen zelf. Zoals bijvoorbeeld gisteren hebben we gaan zwemmen, kwam er een mama naar mij om te zeggen, oh zo leuk dat jullie gaan zwemmen, dat jullie daar tijd voor nemen, dat jullie dat durven. En dat is dan wel heel fijn om te horen. Ook de kinderen zelf vertellen dan, oh het is leuk, gaan we nu dat doen of wat gaan we vandaag weer doen. Dus ze zijn ook wel heel nieuwsgierig. En dan ook tegen elkaar dat je ze hoort vertellen, oh morgen komen we terug en dat is heel fijn.